goed. Dat God jullie allen zegene. Mogen God, dat de Heilige Geest, de Geest van God, komen en de oren openen die gesloten waren. De ogen openen die gesloten waren. Mogen Hij het begrip openen, zodat allen zijn woorden, zijn woord kan begrijpen. En als men dat woord eenmaal gehoorzaamt, dat woord volgt, dat die persoon dan bereikt en overwint en verovert het Koninkrijk der Hemelen. Het Koninkrijk van God wordt overwonnen, veroverd. U moet bezit nemen van het Koninkrijk der Hemelen, het Koninkrijk van God. Dit is wat Jezus voorstelt. Hij zei dat sinds de dagen van Johannes de Doper het Koninkrijk der Hemelen met geweld wordt ingenomen. Het Koninkrijk der Hemelen wordt door geweld overgenomen. En dit geweld is niet tegenover anderen. Dit geweld is ten opzichte van uzelf. U dient uzelf geweld aan te doen. U dient uw hart geweld aan te doen. U, ik, wij allen. Ik ook. Ik ben met u aan het spreken, maar dit geldt ook voor mij. Niemand is immuun. Niemand is een uitzondering. Het Koninkrijk der Hemelen valt niet uit de hemel. Nee. U dient het in bezit te nemen. Nou, wat mooi is. En het is mooi om hierover te spreken. Want vandaag beginnen wij met de vaste van Daniël. We begonnen sinds middernacht. Deze vaste van Daniël. En wat mooi is, is dat toen Jezus zei dat het Koninkrijk der Hemelen door geweld gegrepen wordt. Is niet geweld tegen de duivel. Is niet geweld tegen de wereld. Het is geen geweld tegen de mensen, nee. Het is geweld tegen het eigen hart. Waarom, bisschop? Omdat het menselijk hart al geboren is in de zonde. Het is al corrupt geboren. Het is al slecht geboren. En ik zeg dit omdat ik zelfs iemand heel vriendelijk heb gezien, een professional, die mij heeft geholpen. En hij zei tegen mij, bisschop, het is interessant, omdat mijn nichtje 2 jaar oud is. En als zij ziet dat haar moeder, haar pasgeboren zusje, borstvoeding geeft, wordt ze jaloers. Ze wordt enorm jaloers en valt dan haar moeder aan. Daarom. Ze wil haar moeder met niemand delen. Dus u ziet dat een 2-jarig kind, wie heeft dit kind geleerd om jaloers te zijn op haar zusje? Wie? Het is de menselijke aard. Zo is de aard. Het hart komt al met dat DNA van de zonde die Adam en Eva begingen. Daar, bij het begin van de mensheid. Iedereen wordt zo geboren. Er is geen uitzondering. Men wordt geboren al met dat zaad van rebellie. En deze rebellie vindt niet plaats in het geweten, maar in het hart.
Het is het gevoel dat slecht is, dat wij van onze ouders hebben geërfd. Dus als Jezus hier zegt dat het koninkrijk van God met geweld wordt gegrepen, dan is het precies hierom. Het hart wil zich niet onderwerpen aan God, aan het koninkrijk van God. Het hart wil zich niet onderwerpen aan het koninkrijk der hemelen. Waarom? Omdat het hart denkt, nee, ik weet wat ik leuk vind, wat ik wil. Ik wil mijn wil doen. Ik wil mijn verlangens bevredigen. Ik wil dit, ik wil dat. Ik wil niet dat God mijn man of mijn vrouw voor mij kiest. Ik wil niet dat God voor mij kiest of dat Hij zijn wil aan mijn smaak oplegt. En dit is de realiteit. Dus om het koninkrijk der hemelen te kunnen veroveren, het koninkrijk der hemelen, moet u zich dus onderwerpen, u moet uw wil onderwerpen, hetgeen dat in uw hart wordt gegenereerd. Het hart is de fabriek van de wil, van verlangen en hebzucht. Dus als u uw wil onderwerpt aan de wil van God, dan houdt het hart daar niet van. Het hart wil dat niet. Dus u moet uw hart geweld aandoen. U moet uw hart geweld aandoen. U moet zich onderwerpen. Of u onderwerpt zich, of u zult voor de rest van uw leven en alle eeuwigheid lijden. Er is geen manier om deze situatie te veranderen als u zelf niet reageert, als u uw wil niet geweld aandoet. Het is gemakkelijk, het is eenvoudig. Ik praat over deze voorbeelden, maar het zijn simpele dingen, maar ze zijn heel interessant. Omdat u weet, ik weet, wij allen weten, we zijn mensen, wij hebben allemaal onze wensen. U ziet bijvoorbeeld, u zit aan een tafel, bijvoorbeeld in mijn geval, wanneer ik reis en we logeren bij het huis van Jan, Piet of Kees, dan geven ze ons het beste wat ze hebben. Er zijn dus momenten waarop er zoveel dingen zijn, zoveel heerlijke, smakelijke, prachtige dingen, dat iemand komt en zegt, een vrouw zegt, bisschop, ik heb deze taart voor u gemaakt. De ander zegt, bisschop, zo en zo heeft dit hier naar u gestuurd. Dus de tafel is dan vol, mooi, aantrekkelijk. En het water loopt ons meteen in de mond. Ja of nee? Maar ik heb echter mijn beperkingen. Ik heb mijn beperkingen wanneer het om eten gaat. Ik heb beperkingen. Er zijn dus bepaalde voedingsmiddelen die ik niet kan eten. Omdat als ik ze eet, ik ziek zal worden. Als ik eet, zal het problemen voor mij veroorzaken. En ook al kan ik diegene eten die ik lekker vind en ik ze mag eten, ik moet ze zo eten dat ik niet meer eet dan wat ik hoor te eten. Maar het hart van ons blijft daar aandringen. En wie spreekt tot ons hart? Onze ogen. Onze ogen geven informatie. Informatie aan het hart. Kijk eens hoe heerlijk het dat is. En we worden helemaal gek om dat te willen eten, dat andere te eten, enzovoorts, enzovoorts. U weet het, u begrijpt waar ik het over heb. Dat is de waarheid. U die een dieet volgt om af te vallen, u die niet wil aankomen en 24 uur per dag op uzelf moet letten. Dit betekent dat u en ik, wij allemaal ons hartgeweld aandoen, onze wil en onze verlangens.
De wil is om meer te eten. Maar wacht even, dat kan ik niet. Dus u moet zelfbeheersing hebben. En als een persoon geen zelfbeheersing heeft, dan zal hij aankomen, ziek worden. Kortom, er zullen gevolgen zijn die niet goed voor hem zullen zijn. U moet dus uzelf geweld aandoen, uw hart geweld aandoen, die de fabriek is van de wil, verlangens, hebzucht, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Dus heel vaak spreekt de Bijbel over het vlees. Het vlees is in conflict met de geest, de Heilige Geest. De Heilige Geest strijdt tegen het vlees. En het vlees is het hart. Het is het hart dat verlangt en wilt. Dus mijn vriend en vriendin, het is een strijd, bijvoorbeeld. Wij zijn vandaag begonnen met de vaste van Daniel. Dus wij zullen natuurlijk ons hart geweld moeten aandoen om geen informatie te zoeken. Seculiere informatie. Informatie over wat er in Israël gebeurt. Informatie over wat daar in Oekraïne gebeurt. Informatie over wat er in Afrika gebeurt. De oorlogen die daar in Afrika gaande zijn. Waar bijna niemand over praat. Maar er zijn daar meer wreedheden dan in Oekraïne en Israël. Maar niet praat daarover omdat het Afrika is. De media is daar niet geïnteresseerd in. Dat is de realiteit. Maar het is een feit, het is een realiteit. Dus u begint dan binnen een bepaalde limiet te komen. U wilt dingen weten van wat er gebeurt, maar om uw wil te verloochenen, uw hart te verloochenen, moet u zich beperken tot de overpeinzing over het woord van God, gebed, het nadenken over de dingen van God. Dit alles zorgt ervoor dat u uw hart geweld aandoet, uw wil geweld aandoet, uzelf geweld aandoet om het koninkrijk der hemel te veroveren. Beste vriend en vriendin, het is goed dat u dit weet. Want dan weet u wie uw grootste vijand is, zodat u hem in de gaten kunt houden, op hem kan letten, hem kan monitoren, 24 uur per dag in de gaten kunt houden. Maar het is het waard, omdat u uw verlangens geweld aan het aandoen bent, niet om het koninkrijk van deze wereld te veroveren, het koninkrijk van de zonde, maar om het koninkrijk van God, het koninkrijk van de hemelen te veroveren. En dat is de beloning van degenen die hebben gewonnen, die zullen winnen. Jezus zei dat. Aan degene die wint, aan de overwinnaar, zal ik dit, dat en het andere geven. En u moet uzelf overwinnen, zodat u dan het koninkrijk der hemelen kunt beërven. Nou, ik wil dat u profiteert van deze vaste van Daniel en luister naar dit advies. Een advies dat ik persoonlijk heb opgevolgd. Want op momenten dat u alleen bent, alleen, er is niemand aan uw zijde. En u zoekt iets om te doen. En u denkt, wat ga ik nu doen? Wat ga ik doen? U bent alleen. U hebt geen enkele verplichting. En u denkt, wat zal ik nu doen?
Het eerste waar u aan denkt is online gaan en reizen. Zoals wij doen wanneer wij niet bezig zijn met de vasten van Daniël. Dus ik ga op zoek naar nieuwsberichten. Ik wil weten wat er aan de andere kant van de wereld aan het gebeuren is. Kortom, wij weten dat de universele kerken van Gods Rijk open zijn in deze landen van oorlog. Waar er levensgevaar bestaat. En wij willen weten wat er gaande is. Wat ga ik doen? Wat moet ik doen? Wat heb ik gedaan? En hier is het advies. Voor wie wijs is. Wist u dat wanneer wij in de kerk zijn, we naar het woord van God luisteren, we loven, we zingen, we zijn actief bezig. Als we met onze familie zijn, zijn we daar als gezin, praten wij enzovoorts. Maar wat doen wij als wij alleen zijn? En dit is voor iedere van ons een heel bijzondere situatie, een heel aparte situatie. Normaal gesproken sluit ik mijn ogen en praat ik met God. In mijn hart, in mijn gedachten. Ik begin God te danken voor wat Hij in mijn leven heeft gedaan en door mijn leven heeft gedaan. Ik vraag God om veel leiding. Mijn Vader, help mij. Leer mij om aan uw volk te geven wat zij nodig hebben. Niet wat zij willen, maar wat zij nodig hebben. Leer mij om aan uw volk te geven. Niet alleen aan mij, maar aan al uw dienaren over de hele wereld. Uit alle kerken. Leer ons om u te dienen. Geef ons de leiding die we aan uw volk moeten doorgeven. Want wij zijn uw dienaren. Wij zijn uw priesters. En we hebben een verplichting te vervullen. Jegens degenen die tot ons zijn gekomen. Dus op deze momenten waarop u alleen bent, is het goed. Het is heel goed om met God te praten. Aan God te denken. Misschien wilt u niet eens uw woorden uiten, maar in uw gedachten bent u in een geest van gebed. Dus zolang u zich bezighoudt met deze geestelijke activiteit, zolang u handelt vanuit uw geloof, dan leeft u in de aanwezigheid van God. U bent, en daar kunt u zeker van zijn, in de aanwezigheid van God. Want elke keer dat wij aan God denken, aan Hem denken, bidden, dan trekken wij Hem naar ons toe. Hoewel wanneer iemand de Heilige Geest heeft, de Heilige Geest in hem of haar aanwezig is. Maar of we hem nu in ons hebben of niet, als wij met God praten, dan trekken wij zijn aandacht. Omdat Hij de dankbaarheid en de lof uit ons hart wil horen. Hij redde ons, zodat wij zijn naam kunnen verhogen, zijn naam hier op aarde kunnen heiligen en zoveel andere mensen gered kunnen worden en anderen ook zijn wil kunnen doen. Dus op die momenten waarop u zich alleen bevindt, profiteer daarvan. Maak van de gelegenheid gebruik om met hem te communiceren, met hem te praten. Waar u ook bent, verhef uw gedachten naar hem. En u zult uw hart voor de Almachtige brengen. Want dat is wat Hij wilt. Weet u, die vader of die moeder die ernaar verlangt
zijn kinderen samen bij zich te hebben. Weet u nog dat Jezus zei, toen hij tot het volk van Israël sprak, tot de priesters, kortom, tot het volk in zijn geheel in Jeruzalem, zei hij, ah, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak heb ik jullie niet willen verzamelen, zoals een kip, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels verzamelt. Hebt u dit al gelezen? Zo is het. Zo wilde ik jullie graag samen met mij hebben. Onder mijn vleugels. Heeft u deze scène al gezien? Ik heb het al gezien. Wie van het platteland komt, ziet deze eenvoudige, kleine, maar krachtige dingen. De kip die haar kuikens verzamelt naast haar vleugels en met ze loopt, terwijl ze voor hen zorgt. Ah, beste vriend en vriendin, de Heer Jezus identificeerde zich met dit beeld, zoals een kip met haar kuikens dicht bij elkaar onder haar vleugels. Dit is wat God wil, dat wij onder zijn vleugels zijn, beschermd, bewaakt, gegarandeerd met veiligheid, met voedsel, met alles. Dat is mooi, toch? Hoe God ons in de eenvoudige dingen van het leven laat zien hoe Hij voor zijn kinderen zorgt. Dus maak er gebruik van wanneer u in deze dagen bent. Niet alleen in deze dagen, maar elke dag. Nu over 21 dagen, wanneer de vaste van Daniël eindigt. Ontwikkel deze intieme relatie met God. En u zult zien dat u een huwelijksreis met God zult beleven. Ik heb dit gedaan. En het is zo goed. Hoe goed is het? Want als u alleen bent, bent u vrij om met God te praten. Op luide stem of zelfs in stilte. U kunt uw gedachten concentreren. Toch? Maar als er iemand aan uw zijde staat, dan moet u vanzelfsprekend op die persoon letten die aan uw zijde staat. Dus soms brengt die persoon onderwerpen ter sprake die niet overeenkomen met wat u denkt. Het is dus moeilijk voor u om in de aanwezigheid van God te komen met andere mensen aan uw zijde, tenzij deze mensen ook net als u denken aan de dingen van God. Dus geniet van deze momenten en denk hierover na. Dat Jezus, ik ga hier de tekst nemen die spreekt over dat Jezus sprak over de kinderen van Israël, het volk van God. En dat is zo mooi. God is zo groot, glorieus. Jezus zei, Jeruzalem, Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem. U die de profeten doodt en stenigt wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. Lucas vertelt hierover. En Matthäus ook. Jeruzalem, die de profeten doodt en stenigt wie naar u toegezonden zijn.
Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild. Wist u dat? God wil gemeenschap met u hebben. God wil zijn glorie met u delen. Is dat niet wat de profetische tekst zegt? Dat de heerlijkheid van het toekomstige huis. En wat is het toekomstige huis? Wie is het toekomstige huis? Het toekomstige huis, of beter gezegd, de toekomstige huizen zijn de mensen die de Heilige Geest hebben ontvangen, of die de Heilige Geest ontvangen. Of als u de Heilige Geest ontvangt, dan wordt u het toekomstige huis. Dus dat wil zeggen, de heerlijkheid van het toekomstige huis zal groter zijn dan de heerlijkheid van het eerste. De heerlijkheid van het eerste was toen de geest van God op de tempel van Salomo kwam. Die Salomo voor God bouwde. De glorie van God, de heerlijkheid van God is daarop neergedaald. Stel zich voor dat de heerlijkheid van God op u neerdaalt. Dat de Heilige Geest op u neerdaalt. Dan zult u zich voelen als een kuiken onder zijn vleugels. Stel u voor hoe anders uw leven zal zijn. Dan zult u in geest en in waarheid in een positie verkeren om God te verheerlijken, te verhogen en te eren met uw lippen. Goed? Dus Godzijdank, laten we vanaf vandaag doorgaan met het geloof in de vaste van Daniël. Dat God jullie allen zegenen en tot morgen in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Godzijdank.